en de geweldigste Simon Phillips. Geef dan een applaus. Ja, we gaan wel traplopen. Kom maar, we gaan traplopen. Ik ga wel mee traplopen. Kom op, het moet gebeuren. Je moet aandacht voor hebben. Wat is het nou? Wat is het? Oh, je loopt daar weg. Oké. Vertel even waar dit project op slaat. Want je hebt, Mr. Phillips speelde in Brussel. Je bent naartoe gereden. Ja. Een enorme fan ben je van Mr. Phillips. Natuurlijk, wie niet? Ja, die trommelt. Iedereen die trommelt is fan van Simon. Ja. Ja, en ik heb hem gevraagd of hij met ons op tournee wou in Nederland. 10 concerten gaan we doen met deze bezetting. En ja, dat leek hem een goed idee. Maar je bent naar hem toegegaan, je hebt een cd van jezelf. He came to you in Brussels and he gave you a cd. Listen to his kind of music, op DVD. And you were enthusiastic about his talent. Very enthusiastic. Especially with the beer that he brought me. I'm sorry? Especially the beer he brought me. Yeah, oh, the beer. Yeah. It has all to do with the beer. No, but you were impressed by his talent and his idea to make a program with you guys. Yeah, it was a really cool idea to put together drum kit with more classical instruments and to take lots of different types of music, fuse it together. But basically, it's all percussion. Yeah, and yeah. And that's the backbone of every kind of music, you know? So let's hear some of your songs. We gaan luisteren naar dit project. Het is Drum Affairs. Ze toeren de komende maanden door het land. En ondertussen gaan Barry Atsma en Erben gaan enorm traplopen. En je kunt naar de site gaan om te ranken. Zometeen de top 5 van ranking. Hier is Drum Affairs, Simon Phillips, Jozef Vincent, Mike Schepenstout en Mark Haansla op de bas. Geef een applaus, Drums Affairs. Ging het goed, Erben?